I have received. Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. Enunciate. He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer! Zondag reikt Hollywood de Oscars uit. En onze man sprak met de gedoodverfde winnaar. Dames en heren, onze ster onder de sterren, Jonas van Thiele. Je zou Peter Verheijzen, Peter Verheijzen, naar Hollywood, naar Hollywood, naar Hollywood, naar Hollywood. Dag Jonas. Jonas, zondag zijn het de Oscars. En wie gaat er winnen? Jonas van Thielen uit Holsbeek. Dat is voor 2014. Ah, bon. Je weet hoeveel Oscars er zijn. Heel veel. 30. 30. 30 Oscars. Het is daarom ook dat die uitreiking zo lang duurt, telkens. Ja. En terwijl iedereen eigenlijk toch al weet dat er twee grote winnaars zijn. Enfin, één van de twee. Ofwel The Social Network, die film over Facebook. Ofwel The King's Speech. The Social Network. Ik weet niet of je de film gezien hebt. Goeie film. Ja, een goede film. Het is goed gespeeld ook. Het zit ook wel oké in elkaar, maar iedereen weet al hoe het gaat aflopen. Niet zo spectaculair, uiteindelijk. Maar echt de beste film, dat is The King's Speech. Ik bedoel, die is nu al genomineerd voor beste artistieke leiding, beste cinematografie, beste kostuumontwerp, beste regie, beste montage, beste geluidsmix, beste muziek, beste script, beste film. Colin Firth, beste mannelijke hoofdacteur, beste mannelijke bijrol gaat naar Jeffrey Rush, beste vrouwelijke bijrol Helen Bonham Carter. Ze zijn niet genomineerd voor special effects, want er zitten geen special effects in. Ik bedoel, het zou mij dus al verbazen, moesten ze geen enkele Oscar in de wacht slepen. Ja. Sterker zelfs, ik heb al het geld dat ik hier verdiend heb ingezet bij een boekmaker in Londen op de King's Speech. De volledige 20 euro? Ja. Oké. Okay. Ja, die. Maar dus de King's Speech, dat is Tom Hooper, Colin Firth en Jeffrey Rush. Tom Hooper is de regisseur. En Jeffrey Rush, de mannelijke bijrol. En ja. Colin Firth, de hoofdrol. Die film is zo goed dat ik speciaal naar Londen ben geweest om hen dat te vertellen. Well, let me start by saying I thought the film was absolutely fantastic. Well, so congratulations. Thank you very much. Let me start by saying I thought the film was absolutely fantastic. Thank you. Well, Jeffrey, I thought the film was brilliant. Pleasure. Dat was echt de eerste keer dat die mannen dat hoorden, dat is duidelijk. Thank you. Nee, denk ik niet. Zeg eens, wat is het verhaal van de film? Het gaat over King George VI, dus koning George VI van Engeland. En die regeerde over Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die moet een speech geven, maar hij stottert. En de film gaat er dan over dat hij spraaklessen volgt bij een therapeut om van dat stotteren af te geraken. Ja, en volgens jou dus een fantastische film. Beste film van het jaar. Maar wat eigenlijk belangrijker is, is Colin Firth en ik, wij zijn collega's, vrienden. Vrienden? Ondertussen, ja. Jij en Colin Firth, vrienden? Ja. Ja? Allee. En vindt hij dat ook? Ik denk het wel. Collega's, vrienden. Ja. Ik had ook een vriendin kunnen zijn van Colin Firth. Is het waar? Ja, ik heb nog in Londen gewoond en vrienden van ons, die wonen in Chiswick. Colin Firth woont in Chiswick. Zijn kinderen gaan naar die school en die vrienden van mij die staan aan de schoolpoort waar Colin Firth zijn kinderen komt ophalen. Dus als ik daar was blijven wonen, dan stond ik aan de schoolpoort met Colin Firth. Alsjeblieft. Danny, jij bent ook grote fan, hè? Wauw. Ja, ik kan alleen maar jaloers zijn. Ja, ik vind ten eerste een heel goed acteur. Zowel in het ernstige genre als in de comedy. Ja. En daar ziet hij nu er niet schoon uit. Maar het is een knappe man ook. En een beetje geheimzinnig zo. Maar ik koest afgesloten. Ja. Maar goed. Ik kan ze eens voorstellen. Voor wie hem niet kent. Ja, voor wie hem niet kent. Colin Firth is eigenlijk de ideale acteur om zo die gast te spelen dat op het einde van die romantische vrouwenfilms de hoofdactrice binnendoet. Het is een beetje hetzelfde type als ik, moet ik zeggen. En, bijvoorbeeld bij Bridget Jones' Diary, wie kaapt er Bridget Jones weg, ondanks dat Hugh Grant achter haar aanzit? Dat is Mark Darcy, Colin Firth. Kijk maar. Oeh, ding dong. Maybe this time Mom had got it right. Come on, why don't we see if Mark fancies a gherkin? Mark? Maybe this was the mysterious Mr. Wright I'd been waiting my whole life to meet. You remember Bridget? Maybe.
Maar ja, dus ondanks de pullover loopt alles goed af. Het is een goed einde. Hij krijgt haar. Dus eerst is hij schattig en onhandig, maar uiteindelijk toch de tough guy. Ja. Ik had het gezegd, net zoals ik. En ik denk wel dat vrouwen daarvan houden. Ik denk ook dat er veel vrouwen aan het kijken zijn vanavond. Natuurlijk voor Colin Firth, maar je krijgt er mij dan toch gratis bij. Ja. Maar die vrouwen die kennen hem dan natuurlijk uit Pride and Prejudice. Dat is een legendarisch Brits kostuumdrama waarin Colin Firth Mr. Darcy speelt. En die gaat zwemmen in een van de vele vijvers van zijn kasteel, aflevering 4 voor de geïnteresseerde vrouwen. En dan ontmoet hij, nat van het zwemmen, de mooie Miss Elizabeth Bennet, gespeeld door de actrice Jennifer Ely, toen in het echte leven zijn vriendin. Mr. Darcy. Miss Bennet. I did not expect to see you, sir. We understood all the family from home, we should never presume. I returned a day early. Ja, dat is dus die iconische scène waar nu nog miljoenen vrouwen lichtjes opgewonden van geraken. Danny, wat? Danny is in dromen weg. Nee. Ik raak er ook lichtjes opgewonden van, voor andere redenen. Ja. Dat is namelijk zo, dat is een heel belangrijke scène geweest voor mij. Ik heb die wel 100 keer gezien. Maar toen ik die scène zag, en natuurlijk ook vooral het effect dat die scène had op al die vrouwen, toen dacht ik... Toen wist je dat je acteur wou worden. Natuurlijk. Ja. En dat heb ik hem ook gezegd. I have a confession to make, which is... I'm an actor as well, but back in Belgium. And it's because of you. When I saw you as Mr. Darcy in Pride and Prejudice... Good heavens. And I want to say thank you. You're welcome. In a very special way. Oh, I appreciate that very much. So, thank you very much. That's an extraordinary. Yeah. So this is, you just jumped in the water. You're baptizing yourself. Yes, sort of. Dus je maakt jezelf nat met een onnozel flesje water voor de beste acteur van het jaar. Ja, dat is inleving, hè? Dat is method, gelijk wij acteurscollega's kennen dat. En ik had dat ook nodig, hiervoor. Mr. Darcy. Miss Bennet. I didn't expect to see you, sir. We understood all the family were from home, so we would never presume. I returned the day early. Oh, yes. Yeah, very well. Thank you, sir. I'm glad to hear it. How long have you been in this part of the country? For 2 days, sir. Where are you staying? At the inn, Lambton. Oh, yes, of course. Well, I'm just arrived myself. And your parents are in good health? And all your sisters? Yes. They're all in excellent health. Excuse me. That was it. En? Hoe reageerde hij? Hij reageerde zo. That was the spookiest thing I've ever seen in my life. Did you just know that? I did it yesterday evening. So you're not really an actor? I am an actor, I'm an actor. You look like one there. That well, it wasn't as accurate as it should have been. No, but it was terrifying. It's a tribute to It was terrifying. I haven't seen it for years. Haven't you? I haven't seen it since 1995. You should know how many girls mentioned that piece. Well, you know that scene a lot better than I'm going to mention this film to them. I mean, and this is purely well, that was spooky. Well, you did quite a good Jennifer Ely as well. That must have been spooky for you. I'm very sorry. No, it was very, very spooky, yes. It was let me say reeling backwards through space. Goed gedaan, Jonas van Tielen.